Nou, ik spaar stripboeken. Ik ben Joey. Ik ben mede-eigenaar van House of M Comics op de Slinge in Rotterdam. Hij is voor de helft van mij, dat is de leuke helft. En de andere helft is van mijn compagnon, Mario. Waar staat de M voor? Mijn compagnon heet Mario en dus werd het al gauw House of M. Wat is dit voor? Een comic book shop. Wij verkopen stripboekjes. Van Batman, van Spider-Man, van Superman, The Avengers. Iron Man. Noem het allemaal maar op. Al die dingen waar nu die films van zijn, dat is gebaseerd op stripboekjes. En dat is wat wij verkopen. Het zijn hele aardige mensen die de boekjes verkopen, die de zaak dus runnen. Naast ze zijn aardig, ze helpen je met veel informatie. Hoe is dit te ontstaan? Uit liefde. Ik ben bijna 30 jaar geleden begonnen met het sparen van comicbooks. Op een gegeven moment heb je er dan wat dubbel om. Toen liep ik Mario tegen het lijf. Ja, die was al een winkeltje begonnen. Daar ben ik me tegenaan gaan bemoeien. En voor we het wisten zaten we samen in één schuitje. In Amerika zijn ze begonnen met comicbooks. In de jaren 30. En die worden tot op de dag van vandaag worden ze gemaakt. We hebben naast de stripboekjes zelf hebben we ook nog een selectie dat heet dan merchandise. En dat valt dan onder poppetjes en posters. Dit is iets wat ik al 30 jaar doe uit passie, uit hobby. Dat mag ik de laatste anderhalf, twee jaar mag ik dat ook beroepsmatig doen. En dat is schitterend. Er zijn ook niet zoveel stripboekenwinkels met Amerikaanse stripboeken in Nederland. Ik heb toevallig van de week met mijn vrouw een babbeltje gehad over hoe we dit alles zijn begonnen in een anti-kraakpand hier in Rotterdam. Op de Stieltjesstraat. Daar zijn we na een half jaar zijn we verhuisd naar de Nieuwe Binnenweg. Daar hebben we 2 jaar gezeten en nu zijn we 3 maanden terug hier verhuisd naar Slinge. En het wordt steeds groter en mooier en geweldig. Dus ik heb geen idee wat de toekomst brengt, maar ik heb er wel zin in. En waarom zijn jullie naar Zoutwijk gekomen? Via het internet hebben wij gekeken naar een grotere winkel. Hier in Zuidwijk was ruimte. De buurt is hier echt prima. We hebben het hier verschrikkelijk naar ons zin en we zijn voorlopig echt niet van plan om weg te gaan.